Mensen, daar zijn we weer met een hele mooie nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Het is vandaag donderdag en dat betekent dat we Weekend League Rewards gaan openen. Tenminste, niet mijn rewards, want ik heb bijna niet gespeeld. Volgens mij heb ik 3 potjes gespeeld, zoals jullie wisten, met Sergio Ramos in de spits. Heb je die video nog niet gezien? Moet je hem echt even zien. Maar we hebben dus bijna geen rewards aan mijn kant van het verhaal. Dus we gaan straks samen met een andere jongen rewards openen. Of nou samen, ik ga zijn rewards openen. Xbox-speler, top 100 speler. Zijn naam is Lars. Wellicht dat jullie een keer bij Koen ook in zijn video's hebben gezien. Ik mag zijn rewards openen. We hebben al een tijdje geleden een keer, zou ik het ook doen, maar toen ging er van alles mis. Dus we gaan het nu goed doen. Ik heb dus geen live contact met hem. Je ziet ook geen facecam van hem. Dat gaat hij als het goed is om aanschaffen voor volgend jaar. Maar ik ga dus gewoon zijn rewards op zijn Xbox openen. Vind je het nou alvast een hele leuke video? En ben jij heel erg benieuwd naar wat we allemaal gaan doen op FIFA 20? Abonneer even op mijn YouTube kanaal en like deze video, heel erg belangrijk. Like met z'n allen, duimpje omhoog. Goed, we gaan dus eerst even mijn rewards er zo meteen bij pakken. Ik ga de controller erbij pakken en we gaan kijken jongens of wij nog iets kunnen doen in het team. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat voor mij het spel helemaal is uitgespeeld. Ik heb weinig zin eigenlijk om dit spel nog te spelen, terwijl ik ondertussen heel erg jeuk heb onder mijn neus. Ik heb niet eens Weekend League rewards, zie ik nu. Kijk. We hebben maar 2 of 3 potjes gespeeld, dan krijg je natuurlijk geen rewards. Maar we hebben wel Division Rivals rewards. Ja, het is niet normaal. Rang 4, daar is een keer George Best Prime voor mij uitgekomen. Dat geloof je niet, maar het is er echt uitgekomen. Dit is mijn team voor degene die het willen zien. Maar ik heb echt dus een keer George Best Prime uit een weekend gehaald dat ik niet heb gespeeld. Mogen we nog stemmen? Ja, het zal echt maar in de worst wezen. CM, Alaba, oké. Okay. Maar even kijken, wat zal hierin zitten? 2 goudspelers, prime pakketten. Is het geen walkout? Dan klik ik door. Het is geen walkout, dus we klikken door. Oké okay, jongens, laatste pakketje aan mijn kant. Ja, ik heb niks. Het is weer geen walkout, of wel? Hè? Nee, het is walkout, hoe kom ik erbij? Jezus. Nou, mijn kant helaas niks gebakken. Helemaal niks. Het was natuurlijk ook niks. Maar goed, ik moet even voor de inleiding natuurlijk even mijn ding erbij pakken. Dus mijn team. En ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar goed, we focussen ons toch gewoon lekker op FIFA 20. Wie heeft er in godsnaam nu nog zin in FIFA 19? Ja, heel knap voor de jongens die nu nog elke week presteren. En succes behalen. Dit weekend trouwens, het WK begint morgen, vrijdag. Een paar Nederlanders doen mee. Dus misschien wel leuk voor jullie om te kijken. Ik ga het ook kijken. Vrijdag tot en met zondag is het volgens mij 2 tot en met 4 augustus. Dus kijk zeker even dat WK er begint morgen. Gaan nu over naar de Xbox, naar het account van Lars. En we gaan zijn top 100 rewards openen. Ik weet niet hoeveel het is geëindigd, maar we gaan zijn rewards nu erbij pakken. Oké, we zijn dus nu op het account van onze grote vriend Lars. We gaan eerst even naar zijn team kijken voordat we de rewards gaan openen. Het leuke is, als Lars deze video kijkt, gaat hij ook pas zien wat wij voor hem hebben gepakt. Want hij gaat echt pas op het moment dat de video uit is, dus nu als jullie het kijken, zien wat wij voor hem gaan pakken. Dus voor Lars is het net zo spannend als voor jullie. Dit is in ieder geval zijn team. Hij heeft wel gewoon lekker de 91 van de SAR. Zou ik ook gewoon doen. Ik snap niet die hele hype over die 89. Terwijl op papier en alles is die 91 echt veel beter. Dus of het nou echt beter is, dat weten we niet. Het is zo moeilijk om de keepers te zeggen. Maar goed, hij heeft de 91 van de SAR. En ja, voor de rest een heel erg ziek team. Met Militao gewoon lekker als rechtsback. Ja, ja. Schaf aan zelfs dat hij Ronaldo nog weg had gedaan. Omdat hij het leuk vond even met Messi en zo te spelen. Ja, een bizar team. Heel goed team. Ik zou ook niet weten waar je het nog moet verbeteren. Ik zou misschien Zlatan nog willen gebruiken. Dat lijkt me echt een hele vette speler, die 95 Zlatan. Maar ja, dit team is fucking ziek. We hebben even zijn Division Rivals Rewards eerst even bijgepakt. Die gaan we ook openen. Dus we beginnen met een gouden top spelers pakket voor Lars. En het is een walkout. Het is ziek. Het is een team of the season. Argentijns, linksachter. Tagliafico. Oké, okay, nou, dit is een hele goede start. Dit is echt heel lekker. Ondanks dat zijn team natuurlijk al heel ziek is, wat jullie net zagen. Maar dit is gewoon wel een hele goede start. Dat we met zo'n speler beginnen. Ik stuur deze lekker naar de transferlijst. En deze doen we snel verkopen als Lars het ermee eens. Tenminste, maar ja, hij kan niks zeggen, want ja, ik doe deze video maar. Gaan we naar het tweede Division Rivals pakket. Ik weet niet eens trouwens of dit Division Rivals pakket zijn. Ik denk het wel, want het zijn 2 Ultimate pakketten. Het is weer een walkout. Het is weer een Team of the Season. Het is niet normaal. Wat is dit voor speler? Geen idee.
We gaan in ieder geval kijken ook of dit natuurlijk een trailer is. Want dan weten we dat dit Division Rivals Rewards zijn. En we hebben nog Farman. Oh, even kijken. Ja, dit zijn de Division Rivals. Kijk maar, wat ze willen niet. Kijk hoe hard je ook naar voren pompt. Hij wil niet. Laatste pakketje alweer. Oh. Het is weer misschien een walkout. Het is tuurlijk een walkout. We doen het gewoon. Daar gaat hij. Het is een inform. Oh, dan is het kut een inform. Want de spelers die nu nog voetballen, dat zijn echt pauperlui. Oh, the fuck? Nou, ik neem mijn woorden terug. Hier zou ik heel erg tevreden mee zijn in FIFA 20. Handanovic, what the fuck? Oké. En nog een keeper en onze grote vriend Strootman. En dit is ook een tradable, dus we houden ze lekker. En ja, deze jongens gaan we lekker verkopen. Wat moeten we er nog allemaal mee, jongens? Wat moeten we met al die spelletjes? Goed, we gaan dus de Weekend League Rewards op de 10e van de wereld, Lars. Gefeliciteerd, jongen. Dat heb je goed gedaan. Ik wist dus echt niet hoeveel het is geworden. 10e van de wereld, dames en heren. Zien wij in beeld. Dat betekent dat we heel veel pakketjes als goed is gaan openen en ook leuke player picks gaan krijgen. Dat vind ik eigenlijk het leukste aan deze video. Dus de player picks, daar kan je echt van alles uit krijgen. En in het begin van 24, als dat er nog is, player picks, is het vet als je natuurlijk gelijk een topper hebt in de Team of the Week. Maar goed, dan gaan we. Eerste player pick van vandaag. En daar zit in. Dit is een lastige. Oeh, dit is een lastige. Want Illich, ja, is leuk. Maar dit is echt een lijpe speler. Dus ja, 94 spelen boven 91. We kiezen deze lekker gewoon. Ja, sorry Lars, het is niet de hoogste. Maar deze speler is echt, echt een hele lijpe gast om tegen te hebben. Dus misschien een super sub van jouw team, jongen. Vind je leuk. Ik weet zeker dat hij jou nog doelpuntjes gaat brengen. Komt hier, tweede player pick. Wat gaat het zijn? Oké, dit is wie de fuck is dit dan? Iemand die ze hebben van straat geplukt. Kijk dan, dat hoofd. Nou, in dit geval kiezen we lekker voor de hoogste. In dit geval kiezen we wel de hoogste, want ja, dat zijn allemaal eigen spelers die we toch niet gebruiken. Dus we gaan door naar nummer 3. En dat is een rare speler is dit weer. Ik kies gewoon maar weer de hoogste. Tot nu toe echt niet heel bijzonder. Ja, dit is een leuk spelletje voor het begin, maar ja, het is nog niet heel erg bijzonder. We gaan door naar nummer 4. Kom op jongens, geef mij even een hele zieke player pick. Huh. Lars, ik weet dat we vijanden worden nadat ik dit doe, maar alsjeblieft jongen, lekker blindje in je mooie Feyenoord team. Oké, dan gaan we door naar de laatste. Ja, ik hoop dat hier echt iets in zoeken. Oh, dit is goed. Dit is goed. Dit is echt goed. Hier hebben we het voor gedaan. Niet Cavani, niet Clark, niet James, maar niet Maupai of hoe ze je naam ook uitspreken. We kiezen natuurlijk Salah, 97, daar wordt voor gedaan. Een hele leuke speler, zeker een super sub in zijn team. Maar ja, we kiezen natuurlijk lekker Salah. Cavani was ook een leuke optie geweest, maar ja, lekker blind erbij, jongen. Dat is goed voor jou. Je zit toch een lekker soort basis. En dan Salah. Zullen we blind gelijk basis zetten trouwens? We gaan blind gelijk basis zetten. Kijk, Lars Feyenoord. Komt-ie. Blind. Daar is die. Kijk, alsjeblieft Lars, jongen. Je moet je lekker mee gaan spelen aankomend weekend. Blind, centraal achterin. Moet je echt doen. Maar we zijn er nog niet, dames en heren. Kijk eens wat voor pakketjes we hier nog allemaal hebben. We hebben nog 4 Jumbo pakketten en een top 100 pakket. Dus laten we gewoon lekker beginnen. We beginnen met een 100k pakket. Is het geen walkout, dan klikken we door. Het is geen walkout, dus jongens, ik bespaar jullie de moeite. Is het een 82 zelfs? Is het geen walkout? Of zijn het geen borden? Het is gewoon een 82, what the fuck. Oké, komt-ie. Daar gaat-ie. De tweede 100k. Het is wel een walkout. Daar komt-ie. Het is een Team of the Season. Het is Braziliaans. Het is CM. Alan? Oh, dat is prima. Dat is een speler die denk best wel wat waard is nog op dit moment. Ik ben benieuwd wat die waard is. We gaan het even kijken. Normaal doe ik dat op FUTBIN. Heel saai op mijn andere scherm. Maar nu gaan we dat gewoon lekker. Hier eens even kijken, want je kan volgens mij op driehoekje drukken. Ah, nee, dat is niet heel veel waard. Oké, dat het hier veel meer waard was, maar oké, dit is prima. Dit, weet je, deze bewaren ook. Net nemen we hem wel weg. Oké, komt-ie. Derde 100k pakket. Het is weer een walkout. Oeh, wat is het toch allemaal mooi. Het is een Team of the Season Frans. Doelman. Nou, oké, dit is prima. Weer een Team of the Season, weet je. Oké, dat krijg je natuurlijk wel uit elk pakketje op dit moment. Maar we zijn niet ontevreden.
Zo, laatste 100k pakketje alweer. Het gaat snel, jongens. Time flies when you are having fun. En het is een... Oh, ik word iemand te zien zeggen, maar het is een... Wat is het? Kannibaal, wat is dit? Ik heb geen idee. Dit is... Oeh, Icardi. Oké. Het is prima. Weer een hoge kaart. Ja, elk pakketje is natuurlijk hoog. Nu, ik kan wel zeggen wat ik wil. Maar elk pakketje is natuurlijk hoog. Dus eigenlijk is het bijna raar als je geen walkout hebt. Of geen hele hoge speler erin hebt. Maar ja, dit is prima. Weet je, die 100k pakketjes. Het gaat natuurlijk om het laatste pakket. Ik heb geen idee wat er eigenlijk in kan zitten. Mijn nek losmaken. Oh, vingers knakken. Ik zeg allemaal dingen door elkaar. Het gaat verkeerd hier, jongens. Maar één ding kan ik garanderen. Het wordt iets zieks. Ik voel het gewoon in alles. We gaan het openen. Lars, ik hoop voor jou, als je nu kijkt, dat je heel erg blij bent. Je hebt natuurlijk Blind al gepakt. We hebben Salah voor jou gepakt. Het kan niet beter. Nu moeten we nog hier uit de Ultimate Team Season pakket iets pakken. En het is geklikt. Het is een walkout. Oeh, het ziet er hier goed uit. Dat zeg ik altijd. Maar is het ook iets goeds? Het is een... Doelman, ah nee, het is die doelman. 96, wel 95, ah, het is jammer. Ah, ja, doelman, het is misschien wel de beste doelman in het spel. Maar goed, ik heb zo'n hekel aan die doelmannen. Kijk even die video met mij en Aristote even terug. Pakken we 4 of 5 doelmannen uit zijn top 100 pakket. Oeh, dit is zuur, want... Ja, wat gaat hier achterkomen? Ik heb geen idee. Ja. Ja. Ja, dit, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, want ja, hier heb je natuurlijk niet voor gedaan. Hier zit niet één echte speler in waarvan je zegt, wow, oké, Robertson is grappig, ja, Tovan is grappig, die heb ik ook gebruikt, maar ja, hier doe je het niet voor. Hier, we kunnen zeggen dat we het hier niet voor hebben gedaan, Lars, het spijt me. Ik heb de laatste weken heel veel pakkelijk gehad, begonnen met Messi, Ronaldo, Mbappé, noem het maar op, maar... Ja, voor jou... Neymar trouwens ook nog vorige week of 2 weken geleden. Maar ja, voor jou... ja, helaas. Ik kan niet zeggen dat ik jou geluk heb gebracht. Dus ik schuif ze helaas 1 voor 1. Rustig naar boven. Goed, we hebben Salah Player Pick 97 gepakt. Ik denk een leuke super sub voor je. En we hebben natuurlijk Blind gepakt. Ja, jouw favoriete speler. Daily Blind. Delay Blind. Hoe je hem ook wilt noemen. We hebben voor jou, denk ik, toch nog wel een aantal leuke spelers gepakt. Oké, jongens, dit was de video alweer. We gaan langzaam richting FIFA 20. Dus af en toe nog video's van mij. Maar straks ook vanaf 20 augustus, denk ik. Ja, 20 augustus ga ik dus FIFA 20 spelen opnemen in Gamescom. Waarschijnlijk in Duitsland. Dus dat horen jullie allemaal nog. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. Maar ook heel erg belangrijk. Ga even naar het Instagram kanaal van Lars. Zijn Instagram kanaal staat in de omschrijving. En volg die jongen even op Instagram. Hij haalt heel vaak top 100. Dat is echt een hele goede speler. Je ziet het aan zijn record. Dus volg hem zeker even op Instagram. Doe dat namens mij. En ja, die jongen gaat de komende tijd ook echt nog ziek presteren. Dat kan ik je garanderen. Dit was het dan voor vandaag, jongens. Bedankt voor het kijken. Ciao, ciao. Fijn weekend.